goed nieuws voor de belastingbetaler. Zij mogen met belastinggeld de financiering van deze onrendabele windmolens, die zonder de subsidies niet zullen draaien, ophoesten. De bouw van een kerncentrale kost slechts 5 miljard. Toegegeven, ik heb het niet op mijn bankrekening. En kan voor een deel privaat betaald worden. Daar de PVV wil dat de staat voor 51% aandeelhouder wordt van zo'n centrale. Uiteraard krijgt de overheid de investering met rendement terug. Bovendien is de levensduur van een moderne kerncentrale 60 jaar tegen de maximale levensduur van 20 jaar bij een windmolen. Meneer Samson, wilt u nou dat de staat voor 51% eigenaar is van de kerncentrale? Ja. Jos? Ja, voorzitter, ja. De heer Samson. En u realiseert zich dat dat de beste garantie is dat er nooit een gebouwd gaat? Meneer Samson, wilt u via de voorzitter spreken? Voorzitter, de heer De Mos realiseert zich hopelijk wel dat dat de beste garantie is dat er nooit een gebouwd gaat. Meneer De Mos. Voorzitter, er komen binnenkort verkiezingen, dus dan gaat het zeker gerealiseerd worden. Goed. Bovendien is de levensduur... Oh, die had ik al gehad. Even omslaan. Voorzitter, kernenergie redt levens. Dit omdat kernenergie niet is weg te denken uit de medische wereld. Nederland is de grootste leverancier, 30% van de wereldwijde productie van medische radioactieve isotopen. Die worden gebruikt bij het behandelen van vele soorten kanker. Vele soorten kanker, hart- en vaatziekten en andere levensbedreigende ziektes. Zonder de isotopen van de high-flux reactor in petten zouden duizenden mensen wereldwijd sterven. Voorzitter, ik ga afronden. Meneer Van der Ham. Er zijn heel veel verschillende meningen over kernenergie in deze Kamer, maar kunt u één fractie aanwijzen die zegt die hoge fluxreactor, die moeten we morgen gaan sluiten? Om die reden. Voorzitter, we zijn allemaal tegen kernafval en dan laat nou juist daarvan het meeste kernafval komen. Ja, voorzitter, maar we hebben dus helemaal geen verschil van mening. Dat maakt u hier over dit soort toepassingen. Is toch totale waanzin? Is helemaal niet waar. De heer De Mos. Voorzitter, iedereen vindt kernafval een enorm probleem. De medische sector heeft het meeste afval. Dus dan zou ik zeggen, dan moet je ook consequent wezen. Voorzitter, ik ga afronden. Ik zie de pepernoten en de kruidnootjes alweer in de supermarktschappen liggen. Wellicht een goede timing voor een PVV-wensenlijstje aan Sint Kramer. De PVV wil een snelle realisatie van een tweede kerncentrale in Borselen. Een tweede high-flux-reactor voor verdere ontwikkeling van Nederland als hoofdleverancier van medische isotopen en voor onderzoek naar verdere verduurzaming van kernenergie. Vergunningen voor kerncentrales voor onbepaalde tijd. Afschrijven van kerncentrales dient te geschieden vanuit technische en economische overwegingen. De bestaande kerncentrale in Borselen mag niet eerder worden gesloten voordat deze vervangen is. Ik ben benieuwd wat ik in mijn schoen krijg, maat 45, dus dat moet lukken. Dank u, voorzitter. Van alles nog wat over kernenergie gezegd, maar wat is uw oordeel over de raamwet waar we het vandaag over hebben? De heer De Mos. Nou, daar zijn we dus ook nog niet zo blij mee, voorzitter. Mevrouw Wiegman, via de voorzitter graag. Ja, voorzitter, want? De heer De Mos. Nou, want, voorzitter, het wensenlijstje van de PVV komt niet echt in de raamwet voor. Het wensenlijstje heb ik net voor gelezen wat ik aan Sint Kramer ga vragen. Laatste man, mevrouw Wiegman. Dus u bent simpelweg tegen de raamwet? Oeh, nu, we zijn er nu niet blij mee, laat ik het zo zeggen. We wachten de verdere beraadslaging nog af, voorzitter. Meneer Van der Ham. Voorzitter, wacht even. In die raamwet, daar wordt gewoon kernenergie. Kan gewoon. Als u meer kerncentrales wil en er zijn bedrijven die dat willen doen, dan kan dat via deze raamwet. Er zijn een aantal wijzigingsvoorstellen om dat verder in te beperken. Daar kunt u tegenstemmen. Maar de raamwet maakt dat mogelijk. Maakt het veiliger voor de mensen die eromheen wonen. Allemaal mensen die voor kernenergie zijn, zijn ook vaak voor die raamwet. Dus ik vraag me af. Welk inhoudelijk argument heeft u dan in te brengen tegen die wet? De heer De Mos. De heer De Mos. De heer De Mos. Voorzitter, wij zien het toch anders. De wet beoogt nog niet het realiseren van snel een tweede kerncentrale. De heer Van der Ham. Kunt u dat beargumenteren?
De heer De Mos. Dat kunnen we zeker, want voor de wetste, in het wetsvoorstel staan wat dingen die niet zo positief zijn voor de... Kunt u wat dingen, dus even nader, voorzitter, kan de heer De Mos wat dingen even nader duiden? Zeer zeker, voorzitter. Dat is het wensenlijstje wat ik zojuist heb voorgelezen. Dat zijn de dingen. Dat zijn de dingen. Ik wil het nog een keer voorlezen. Ik heb expres een wensenlijst gemaakt, voorzitter, voor de minister. Maar nu gaat u amendementen van maken? We zullen kijken. We zijn nog bezig. Akkoord, meneer Janssen.